Dit is het pand van Sam Noach, de winkel. Hij woonde hier met zijn gezin, met zijn vrouw Betje en drie kinderen. En hij had hier een winkel vanaf 1931 in textiel. En hij was bekend om zijn Vlaams kloosterlinnen, zo heet hij. En hij heette de man van Deventer, dat stond ook bovenop zijn pand. En dit pand van Sam Noach, Nieuwstraat 50, was een van de panden die dus in de oorlog weer verkocht zijn. We weten dat er 96 panden leeg stonden, of in ieder geval dat die niet door de oorspronkelijke bewoners weer betrokken zijn. Maar wat er precies mee gebeurd is, weten we niet. Dus dat gaan we uitzoeken. Wat het allereerste gebeurde was dat het bezit werd geliquideerd, dus de winkel werd geliquideerd, terwijl de familie hier gewoon nog woonde. Alle bezittingen moesten worden ondergebracht bij de Liebman Rosenthal Bank. Dat is een Joodse bank, maar het was volledig onder het bewind van de bezetters. Nou, uiteindelijk is dat bezit is hun afgenomen. Toen zijn ze vervolgens gedeporteerd. Dus ze kregen een oproep voor kamp Westerbork, volgens naar een vernietigingskamp. Kwamen niet meer terug. En toen kwam dit huis ter beschikking op de markt eigenlijk. Daar heeft de bezetter dan voor gezorgd. En via een erkende notaris is het verkocht aan iemand die daar belangstelling voor had en voor een veel te laag bedrag. En het gaat ook over, in andere gemeentes wel gebeurd dat er naheffingen zijn geweest, belastingaanslagen die niet betaald waren in de oorlogsperiode, waar je alles bij kan voorstellen. En wat natuurlijk heel bijzonder is dat sommige gemeenten na de oorlog dat nog weer hebben geprobeerd om te innen. We hebben allemaal de indruk dat dat niet zo is in Deventer, maar ook dat weten we niet zeker en dat willen we gewoon zeker weten. Ik denk dat het goed is om te kijken van hoe scherp lag dat nou eigenlijk allemaal. En dat lag natuurlijk behoorlijk scherp. Ik bedoel, net direct na de oorlog, Nederland lag een beetje in puin, alles moest weer opgebouwd worden, heel veel archieven zijn verdwenen. En die mensen kwamen terug en konden niet altijd aantonen wat hun bezit was en wat de waarde daarvan was. En er is wel een soort schadeloosstelling geweest na de oorlog van familie die nog terugkwam. De dochter bijvoorbeeld van dit gezin is nog teruggekomen. Maar dat heeft echt tot 1950 geduurd voordat er geld beschikbaar kwam. Dus ze hebben nog 5 jaar na de oorlog hebben ze nog lopen vechten om hun bezit. Ja, en nu is het 75 jaar na de oorlog. Weet je, de hele geschiedenis van wat er met de Jodenvervolging is gebeurd, dat heeft nu pas de impact. Nu denk je echt van, jeetje, wat een heftige gebeurtenis is dat eigenlijk geweest. Je moet altijd oppassen met de geschiedenis van 50, 60 jaar, en in ieder geval zelfs al 70, 75 jaar geleden, te beoordelen vanuit het hier en nu. Maar aan de andere kant, ja, als je nu weet dat daar dingen niet goed zijn gegaan, dan is dat wel goed om dat uit te zoeken. En we denken, de eerste indruk is dat het meevalt hoor, dat het niet zo heel gekke dingen zijn gebeurd. Maar het is wel goed om het uit te zoeken. En dat gaan we nu doen. Nou, ik denk voor de Joodse gemeenschap denk dat het heel goed is dat er even weer heel goed naar gezocht wordt. Kijk, als de gemeente Deventer had gezegd, we doen geen onderzoek, dat vind ik te makkelijk. Dan denk je, het is schrijnend genoeg als je ziet dat het om 400 Joodse inwoners gaat van één stad. Dat is echt heel veel. Waar alles van ontnomen is, denk ik dat het heel goed dat de gemeente die verantwoordelijkheid neemt.